Hoi, welkom bij vlog nummer 30 alweer. Ik ben Cindy, beter bekend als de Woolly Knitter op zowel Instagram als Ravelry en ook hier op YouTube, zoals jullie al hebben gezien. Ik woon in Ede en dit is een tweewekelijkse vlog. Waarin ik eigenlijk alles over handwerken vertel waar ik mee bezig ben. Dat is voornamelijk breien en haken. Maar ook soms borduren. Soms spinnen, zoals je hier ook hier kunt zien. Wat doe ik eigenlijk allemaal nu? Oh ja, wat naaien doe ik voor de kleine van mijn dochter. Maar ook voor mezelf. Ik heb een heel klein voornemertje om eigenlijk wat kleding in mijn kledingkast zelf te gaan maken. Zowel gebreide, gehaakte, maar ook genaaide kleding voor mezelf. Dus als ik een leuk patroon zie, een leuk stofje zie, dan kan je dat ook wel eens voorbij zien komen. Allereerst welkom voor mijn nieuwe abonnees. Ik zag dat ik er een aantal nieuwe erbij heb. Hartstikke leuk. Ik vind het echt super lief. En ook leuk dat je natuurlijk dat je mij gevonden hebt. En dat je bent blijven hangen. Want het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat je gekeken hebt. En dat je denkt van nou, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Alles prima. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk dat je wel blijft hangen. En dat je natuurlijk een moment van je tijd met mij wil doorbrengen. Ik zal even iets draaien. Ik heb een beetje het gevoel dat ik niet helemaal recht voor de camera zit. Maar dat maakt helemaal niet uit. Natuurlijk ook welkom voor mijn terugkerende kijkers. Voor mijn volgers die ik al een tijdje heb. Degene ook die reacties plaatsen onder mijn video. Vind ik echt hartstikke leuk. Ik lees ze allemaal. Ik geniet ervan dat ik ze lees. En ik schrijf eigenlijk ook altijd een reactie terug. Dus heb je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan kan dat natuurlijk altijd. Het is gewoon gratis. En er zit een belletje. Dus als je dan het belletje aanklikt dan en ik doe een nieuwe video uploaden, dan krijg je daarvan een melding. Dus dan weet je dat er iets leuks en iets nieuws te kijken valt. Ik heb een beetje notities gemaakt, want soms heb ik een beetje het gevoel dat ik van hop naar her doe. Dus ik ga kijken of dat ik het een beetje gestructureerd kan krijgen. Nou, alles wat ik hier vertel, dat zet ik in de notities onder deze video. Ik probeer ook altijd de links erbij te zetten. En de naam van het patroon, degene die het gemaakt heeft en op mijn Ravelry pagina kunnen jullie ook alle informatie vinden wat voor garen ik heb gebruikt, welke naalden ik heb gebruikt. Ik zal het ook zoveel mogelijk hier vertellen. Maar ook daar kunnen jullie dat nalezen. Als je nog vragen hebt, maakt niet uit wat. Het kan ook over breiwerkjes zijn, het kan over garen zijn, het kan over alles zijn. Dan mag je dat altijd hier ook onder zetten in de reacties. En anders, als je dat niet wil, mag je mij op Instagram of op Facebook. Facebook is het volgens mij ook de Woolly Knitter en anders Cindy Vermeulen. Mag je me daar ook een berichtje sturen en dan zal ik antwoorden. Wat draag ik vandaag? Vandaag draag ik de Fairy Top van, eventjes kijken, Vanessa Ewing. Ja, Vanessa Ewing Knits. Dat is deze. Het is een soort lace-achtig jook, om het zo maar te zeggen. En een wat gestructuur in de body. Ik weet niet of het hier een beetje kan zien zo. Nou, ik zal er zo meteen wat meer over vertellen. Maar deze top draag ik. Daar kom ik zo op.
Dat is wat ik aan heb. Ik heb vandaag een hele hoop breiprojecten waar ik mee bezig ben. Ik heb een haakproject waar ik weer mee bezig ben. En ik heb een haakproject waar ik mee bezig ben waar ik niet echt heel veel aan gedaan heb. Dus die hoef ik ook niet te laten zien. Ik heb wat dingetjes gekocht, niet zo heel veel. Ik heb geen afgemaakte projecten, dus dat laat ik dan ook. Ja, dat kan ik dus ook niet laten zien. Dat is logisch. Dus laten we maar gewoon gezellig beginnen. Ja, ik vertelde dat ik de Fairy Top aan heb. Ik denk dat ik deze anderhalf jaar geleden, 2 jaar geleden gemaakt heb. Het was een testbreiwerk. En testbreiwerk van Vanessa. En er zit wat structuur in het lijfje. Ik zal nog een keertje even opstaan. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Ja, je ziet het wel. Kijk, dit is de structuur die er zit. Achter zitten er wat van die German Short Rows. En dit is een heel lace breiwerkje. Er zitten hier een soort blaadjes. Zitten er hier, nou ja, hier ook een soort blaadjes. Nou, het is echt een heel leuk project was dat om te maken. Even goed zitten. Het is een, op dit moment staat hij natuurlijk gewoon ook op Ravelry. En is die te koop? Het is een project met sportweight garen. Nou had ik geen sportweight garen. Maar ik heb gewoon sokgaren gebruikt. Tenminste voor deze dan. Dat was dan 75% merino. Volgens mij 20 nylon en 5 van dat steline. Want er zit een glittertje in. Ik heb de kleur zelf geverfd. En dan heb ik voor de boord hier en dan de kleine mouwtjes en het lijfje. Daar heb ik deze voor gebruikt van Holland Creatief. Een hele mooie gemêleerde blauwe. Ik heb nog een hele streng over. Maar tenminste niet over, die heb ik erbij gekocht. Zal ik zo vertellen waarom. Dit is 75% fijn merino en 25% nylon. Op 100 gram zit 400 meter looplengte. En deze, ik was met de top bezig. Ik had hem af. Ik heb hem aangedaan. En nou ja, ik kan niet helemaal goed laten zien. Maar kijk, hij is vrij kort. Ik zal even mijn camera iets naar beneden doen. Kijk, hij is vrij kort. Hij valt bij mij net op mijn broek. Nou, voor mij doen is dat eigenlijk te kort. Want ik hou ervan om het iets langer te hebben. Dus ik heb een extra streng bij haar gekocht. En dus ik wil de lengte van het lijfje wil ik wat langer maken. En daar heb ik natuurlijk een nieuwe streng voor nodig. Ik heb het gebreid op een 5 mm naald, dubbeldraads. Dus ik heb dubbeldraads van deze gebruik en ook dubbeldraads van dit. Ik denk ook wel dat je dat in de steken, kan je dat ook wel zien. En ik heb de M-maat gebreid. Dus het is echt hele zachte wol. En het rekt ook. Ja, er zit ook wel wat rek in. Ik vind het heel fijn. Dus ik wil eigenlijk bij de boord wil ik het openmaken. En dan er een stuk aanbreien. En dan weer met de Kitchener Stitch wil ik het weer aan elkaar maken. Dus dat is best nog wel een hele tour. Maar ik ga dat wel proberen. Want ik vind het zonde om hem helemaal uit te halen. Want het is een bottom-up top is het. Dus ja, dan moet je toch beneden aan. Moet ik hem toch open zien te maken. En dan er een stuk aan breien. En daar heb ik dus deze streng voor nodig. Dus dat is wat ik aan heb. En nou zou je zeggen, ja, je hebt hem al 2 jaar geleden gemaakt. Ben je daar nog niet aan begonnen? Nee.
Want ik had zoiets, soms draag ik de broek en denk, oh, kan wel. En de andere keer, net zoals nu met de spijkerbroek, denk ik, hij is eigenlijk iets te kort. Dus hij zit wel heel erg lekker. En ik kreeg op de breibeurs in Zwolle compliment over mijn breiwerk. Nou, dat is natuurlijk ook altijd zo, altijd hartstikke leuk. Dus ik ga hem nog langer maken. Wanneer? Geen idee, maar dat komt zeker wel. Dan ben ik ook weer begonnen aan... dan moet ik even een boek erbij pakken. De Rosa at the Ball sweater. Even kijken of ik daar even zo snel de foto van kan pakken. Ja, hier staat... Nee, ik pak even een andere foto. Anders dan laat ik heel veel van het patroon laat ik zien. En dat vind ik nou nooit zo, want... Ja, het boek is natuurlijk wel gekocht. Dus dat is deze. Nou, ik heb hem al twee keer heb ik hem al uitgehaald. Even zo. Heb ik hem al uitgehaald omdat ik gewoon... In dit boek gaan ze ervan uit dat je de basistechnieken... Ja, ik weet de basistechnieken natuurlijk van breien wel... want anders, ja, dan kan ik natuurlijk niet hele truien in elkaar flansen. Maar ze zetten het niet helemaal stap voor stap neer. Dus de chart die erin zit, die moet je... Ik moest echt de tekst een paar keer lezen en dan dacht ik... Ach, zo. Oh, ja, dat heb ik dus verkeerd gedaan. Ik dacht een bepaald gedeelte van mijn maat XL in deze vest... Dat moet ik herhalen. Nee, dan moet je bij XL beginnen op een bepaald gedeelte van je lijf. En dan het gedeelte van je mouw moet je weer ergens anders in de chart beginnen. Dus je moest echt enorm opletten. Dus het is niet zomaar een projectje wat ik eventjes pak om te maken. Dus dat doe ik meestal hier in mijn kamertje, want dan moet ik echt enorm goed opletten. Dus ik ben nu weer... En dit is eigenlijk een vest die geen boord heeft, maar ik heb er wel een boord aan gemaakt. Want ik vind dat leuker, want anders krijg je een omslag en dat vind ik eigenlijk niet zo heel erg mooi. Hij draait nu ook wel heel erg, maar dat maakt in principe niet uit. Nou, dit is wat ik heb. Ja, je ziet het niet heel erg goed, merk ik. Kijk, een beetje. En even een beetje rommelen. In mijn hand erachter. Nou, dit is... zo. Dit is het gedeelte wat ik al nu weer heb gemaakt. Van het bloemetje. Het is een vest die straks gestiekt wordt. Nou, dat doe ik dus hier. Hier zit weer een bloemetje. En deze en deze kant, dat is geschaduwd. En dan heb je hier een gedeelte... Wat ook tussen twee markeerders zit. Even kijken of ik het anders kan doen. Want anders kan het wel leuk vertellen. Maar dan zie je het helemaal niet. Even mijn boekje erachter. Kijk, dit gedeelte. Dat is ook weer geschaduwd met de andere kant. Dus je moet echt enorm goed opletten. Nou, ik ben nog niet heel ver. Maar dat geeft helemaal niet. Ik ben gewoon in ieder geval weer... Lekker begonnen met het breien van deze mooie vest. En ik brei het met Holst Garn Super Soft. En dan heb ik deze lichte roze. De donkerpaars. Even zo houden. Zo is het een betere kleur. En dan heb ik de cranberry. En dat is echt kersenrood. Zonder dat de kleuren niet helemaal goed overkomen. Maar goed, de ene keer schijnt de zon en de andere keer weer niet. Dan hebben we, en dit is de peony. Dat is een felle roze. Ik zal het allemaal wel op foto zetten. Dan kunnen jullie het beter zien. En dan hebben we nog de calypso. En dat is appeltjesgroen.
En die andere twee kleuren, die heb ik wel daar liggen. Maar die zou ik, nou ja, dat zal ik er wel bij zetten in, hoe heet het? In de notities zet ik dat erbij. Dus daar ben ik ook weer mee begonnen met de Rosa at the Ball. En die brei ik op 3,25. Want anders kreeg ik geen goede gauge. Dus mijn stekenverhouding was dan gewoon niet goed. Nou, als ik het nu zie, denk ik van, ik weet niet of ik de steken zo mooi vind. Maar het schijnt dat als je het straks klaar hebt en je hebt het gewassen en geblokt, dat het dan wel heel mooi eruit ziet. Dus daar gaan we maar vanuit. Dus we gaan gewoon weer gestaag verder met de Rosa at the Ball van Sitsel Hoivik. En het boek heet, nou, pakken we het boek er nog een keer bij, My Best Knitted Treasures. Dit boek is van haar. Er staan echt super mooie projecten in. Ik zou het alleen denk ik niet meer met Holstgarn maken. Misschien met wat andere wol. Ik ben hier niet heel erg tevreden over. Maar ja, het eindresultaat moet ik nog zien als het gewassen is en geblokt en zo. Dus dan valt het misschien allemaal wel mee. Dan ben ik bezig. Dat is mijn tweede project. Dat is de muisknuffel. Die zit in deze tas die ik op de handwerkbeurs in Zwolle heb gekocht bij de Kraam Woolly Adventures. En er is nog een winkeltje waar zij ook zit. Twee steekjes los. Volgens mij zou dat zomaar kunnen. En dat is, even kijken, de muis. Dat is deze muis. Die ben ik aan het maken. Met Drops Air in het grijs. En de Drops Nepal in het roze. En eerst alle deeltjes natuurlijk breien. Dit is het hoofd. Dit wordt de neus en alles. En hier, dit is het midden van het hoofd. En dan moet je dan zoveel toeren voor de oogjes. En tegelijkertijd in hetzelfde ding doe je dan de oortjes. En dan heb ik de oortjes al gemaakt. Met de roze binnenkant. De oortjes. Het lijf. En ook al gevuld. En de armpjes. Dus alleen bij het, hier bij de puntje zeg maar, doe je het vullen. En dan dit is gewoon voor de rest leeg. Dus daar, dat ben ik aan het doen. En, hop, mooi er weer terug. Ben ik nu hier aan het voetje bezig. En dan voetje nummer 2. En dan het staartje nog. En het staartje is een I-cord. Dus dat is ook heel makkelijk te maken. Dus en dan is het allemaal in elkaar zetten. En dit is het midden van het voetje. Dus ook weer een speciale breitechniek hier zo. Of tenminste het steken zo hier. Vond het wel heel grappig om te doen. Om te meerderen in twee steken onder de laatste steek die je gebreid hebt. Om die dan op te pakken en zo te meerderen. Dus ik vond dat wel heel grappig. Je krijgt inderdaad een beetje zo'n V'tje. Dus daar ben ik mee bezig. En ik brei dit allemaal op breinaald 3,5. Patroon gaat voor breinaald 3. Maar breinaald 3 kreeg ik, dat was gewoon veel te klein. Dus ik heb maar een halve maat erbij gepakt. En toen kreeg ik, het was nog niet helemaal
aan. Maar goed, de lengte en de omvang van het hoofd en het lijfje, dat past wel bij de maat die op het patroon staat. Ik brei hem op, en dat ga ik straks nog even over hebben ook, op een houten naald van, heet dat lijken? Lijkennaalden? Denk ik. Ik ga je straks wat erover vertellen wat ik ervan vind. Maar als jullie dit zien, dan denk ik dat jullie al wel weten wat ik bedoel. Het houten vind ik echt heerlijk. De naald vind ik tot aan hier, dit gedeelte, perfect. Ook helemaal met dat drops air. Ik vind het echt heel fijn breien. Maar die kabel, wat een verschrikking is dat. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik heb hem al 3 keer in warm water gehangen en dan uitgehangen om de draaiingen en zo eruit te krijgen. Nou, ik krijg het niet voor elkaar. Dus in mei ben ik jarig. Dus ik heb op mijn verlanglijstje bamboe of houten naalden van, volgens mij van Chow Gu zijn de bamboe naalden. Ik heb ook de bamboe gekocht om te proberen, maar ja, die kabel, het is echt, ik irriteer me eigen eraan. En, maar goed, ik dacht van, ik ga gewoon met dit project, met deze naalden, even hiermee verder. Want het hout vind ik wel fijn. Maar de kabel, ik vind echt, nee, het is niet ding. Hebben jullie nog een advies hoe dit beter kan? Of dat die gewoon blijft zitten zoals dat die moet? Heel graag, laat het me weten in het commentaar hieronder. Dat ik toch nog plezier heb, omdat dit gedeelte is echt top. Dit gedeelte is helemaal niks. Dus hebben jullie goed advies om de kabel netjes te krijgen? Dan hoor ik dat graag. Dus dat zit in deze tas. Dus dat is ook breiwerkje nummer 2. Dan heb ik breiwerkje nummer 3. Om even pakken. Die zit in deze mooie tas als mijn kringloopgelukje. En ik moet even draaien, want het is al best wel een heel ding. Even kijken dat mijn draad niet breekt, want ik heb een nieuwe cake gepakt van de Manchelopis. Even op de grond. Kijk, dan ga ik hem weer even staan. Dat is de achterkant. Dit is de voorkant. Nou, de vorige keer was ik ergens bij het lijf. En nu heb ik het lijf en de kleurwerk had ik natuurlijk al af. Het lijf heb ik af. Tenminste, tot aan het boord. Daar ben ik nog mee bezig. Duurt even wat langer, omdat het, ja, als de zon schijnt, dan heb ik toch net even wat minder zin om aan dit grote project te werken. Ook omdat het gewoon heel warm is en ik gewoon heel erg verlang naar de zomer. En dan zit je met iets heel dik en heel, iets heel warms te breien. Deze is bijna af en dan gaan we met de mouwen verder. Ik wou hem eerst laten liggen tot aan einde zomer. Nou, dat ga ik niet doen, want toen dacht ik van nou, dat kan ik allemaal wel doen, maar dan wordt het winter en dan heb ik het niet af. Dat vind ik gewoon zonde. Dus dat ga ik niet doen, dus ik ga hem gewoon netjes afmaken. En dat als het winter is, dan ligt hij in mijn kast mij te roepen van trek me aan, trek me aan. Ik heb hem gepast. Tot mijn verbazing, ik had hem met korte mouwtjes, een shirtje met korte mouwtjes aan, kriebelde het niet zo als dat ik gedacht had dat het zou doen. Dus hij is daadwerkelijk toch wel zacht. En ik begreep dat als je het was, dat het nog zachter wordt. Dit wordt ook mijn hele mooie wintertrui. Dus straks heb ik gewoon hartstikke leuke wintertruien, de Fosfijn sweater, deze Winterwoods,
Dus, en misschien maak ik deze, omdat ik toch nieuwe wol heb, ook nog wel met lange mouw. Dus dit is de Winter Woods sweater. Moet nog een 5, ja, ik denk dit is een moet een 4 centimeter boord. En dan is die klaar. En dan ga ik de steken voor de mouwen opnemen. Kijken dat het draadje niet breekt. En ik brei het natuurlijk met de Manchelopis. De donkerbruine. Het kleurwerk was de witte en die ligt hier. Ja, daar. Even zo. Daar ligt die. Nou, sorry, dat heb ik nog over. Maar daar heb ik al wel weer iets anders leuks voor in gedachten om daar mee te maken. Het draadje, zoals je ziet, is best wel heel breekbaar. Maar het valt me toch mee dat als je het zo breidt en je doet gewoon rustig, je trekt uit het... Oh, de hond. Je trekt heel rustig uit het centrum. Even kijken hoor, hoe je het bezig... Kijk, gewoon heel rustig trekken. Heel rustig breien. Dan komt het allemaal goed. Dan breekt het niet zo snel. En dan, ja, heb je straks gewoon een hartstikke mooie trui. Dus ik wil, kijk, zo zie je de kleur wel heel mooi. Ik heb deze Manchelopis heb ik ook in het mintgroen en in het donkergroen gezien. En, hoe heet zij? A 100 Acre Wool. Heeft een heel mooi truitje gemaakt. Alleen zij gebruikt de Nutriden. En die staat eigenlijk nog wel op mijn verlanglijstje om in het mintgroen of in het donkergroen te maken. En die trui heet volgens mij Fields of Gold of Golden Fields of nou ja, zoiets. Dus die, ja... Ik denk dat ik nog wel meer van... Eerst zei ik van nee, dat ga ik niet meer doen. En dit is de eerste en de laatste keer. Maar als ik hem nu zo... Ik zou niet meer snel kleur breien. Dan zou ik andere wol voor gebruiken. Omdat ik toch vrij strak kleur brei. En dan ben je... Ja, dan knapte wel eens het draadje. Een brakke draadje. En dan zat je weer het aan elkaar te frutten. In de hoop dat het allemaal blijft zitten. Maar als ik zo alleen maar met het lijfje bezig ben. Ja, dan gaat het gewoon hartstikke snel. Alleen... De boord gaat niet zo snel, omdat de laatste paar dagen was het best wel heel donker. En dan kan ik het allemaal niet zo heel goed zien. Ook onder het licht niet. Dus daar ga ik gewoon ook rustig mee verder. En dan ja, misschien toch voor een ander winterproject nog dan de mintgroene bestellen. Bij Rebel with a Twist. Daar zag ik hem. Ze hebben hem ook in het licht roze. Maar ik vind roze wel leuk. Maar ja, dat is niet helemaal mijn kleur. Ik vind dit, ja, ik ben heel erg van de natuurkleuren geworden. Dus ook, ja, de mintgroen en zo vind ik ook hartstikke mooi. Dus ik denk dat dat, dat ook nog een projectje voor mij wordt. Even op de grond. Dat is project nummer 3. Die kleurwerk heb ik gebreid met 4,5 van Chow Goo. Lijfje, moet lekker praten. Het lijfje die heb ik gebreid met 4 mm. En omdat die, ik weet niet wat dat is. Ik maak een proeflapje en dan komt het allemaal hartstikke leuk over. Dan ben ik aan het breien, dan heb ik een bepaalde mate in gedachten. Maar ik denk dat ik soms de omvang, ik weet mijn omvang wel, alleen ik... Misschien dat ik de... Want heel vaak zit er positive ease bij. Dus dat je al dat die al wat ruimer is als je hem breidt op een bepaalde maat. Ik denk dat ik daar niet helemaal goed naar kijk. Dus 9 van de 10 keer is die te groot. En dan had ik met deze ook. En nou vind ik dat niet zo heel erg. Want het verbloemt iets wat hier zit. Wat iedereen hoeft te zien. Dus... Dan is het wel fijn, maar dan doe ik wel de boord wat strakker, zodat die
toch onderaan wat mooier sluit. En dat niet een of andere hobbezak is die je aan hebt. Want ja, dat vind ik gewoon niet leuk. Kijk, dat die iets oversized is, vind ik leuk. Maar het moet dan wel aan de onderkant mooi sluiten. Dus dan moet je een mooiere boord maken met een wat dunnere naald. Dus daar ben ik met naald 2,5 ben ik daarmee bezig aan de onderkant. Dat was het over een ogenblikje. De Winter Woods sweater van Jessica McDonald. Was een testknit, testbreiwerk bedoel ik. En inmiddels is het patroon al online gekomen. Dus wil je hem breien, kijk bij haar op Instagram. Maar ze zit ook op Ravelry en ik zal hieronder zou ik hem linken. Dan is mijn volgende breiwerk. Zijn een paar sokken. Want ik wil eigenlijk altijd een wat kleiner projectje voor op de bank. Of dat nou haken is of breien is. Ik vind het gewoon fijn dat ik, net zoals die Rosa uit de bal, vest, is vrij moeilijk. Heb ik rust bij nodig, ga ik in mijn kamer zitten. Sokken, kan ik op de bank zitten, kan ik televisie kijken. Want ik kan, zonder dat ik hoef te kijken, kan ik sokken breien. Niet als er een patroon in zit, maar gewoon recht toe, recht aan. In de tricotsteek kan ik, hoef ik niet altijd te kijken, dan kan ik gewoon voelen. Dat heb ik met haken precies hetzelfde, met die corner-to-corner deken. Daar hoef ik ook niet altijd heel goed op te letten. Dus ik vind dat gewoon fijn. Dus dat je gewoon voor verschillende dingetjes heb je verschillende projecten. Nou ben ik... Ik had een hele mooie adventkalender gekregen van Georgina. En daar heb ik de Dust of Snow sjaal van gemaakt. Maar ik heb nog best wel wat over, omdat ik hem niet de lengte heb gemaakt... Die van het patroon, want dat vond ik gewoon veel te lang. Dus ik heb nog een hele hoop mooie wolletjes over. Dus ik ben hier begonnen aan de, ja, gewoon een lentesok. Het is een, dat is dit bolletje met roze en geel en wit zit erin. Donkergeel en lichtgeel. Donkerroze, nou ja, zit van alles en nog wat in zoals je ziet. Daar kwam deze bij. Ja, daar kwam deze bij. Nou, dat vond ik echt hartstikke mooi bij elkaar passen. Omdat er toch ook geel in zit. En toen kwam het volgende bolletje uit de kalender. En dat was deze met stellina met wat glittertjes. Net even iets donkerdere geel als de andere. Dus ik denk, daar ga ik gewoon een leuke lentesok voor Priscilla van maken. En die heb ik opgezet met 64 steken in het roze. En dan is de been heb ik tot hier is gewoon met de lichtgele. En dan ben ik hier nu verder gegaan met de... ding is lastig vandaag, licht. Maar maakt niet uit. Met de donkergele. En dan heb ik als heel de Magic Heel. Had ik opgezocht. Ik denk, nou, het moet nou eens een keertje makkelijk zijn om, om een heel te breien. Ik hoef geen steken op te pakken. Geen German Short Rows, niks. Ik heb gewoon de Magic Heel. En dat is gewoon een rib. Daar begin je na de lengte van de been wat je wil. En dat is gewoon 3 recht, 1 afrecht. En dat doe je dan voor 30 toeren lang. En dat is dan je hiel. En dan ga je gewoon verder met je voet. Dus ik denk, nou, dat is gewoon eens een keer eventjes lekker makkelijk. Gewoon een lekkere huissok. Niet allemaal moeilijk. Dus dit wordt haar sokken. Dus daar ben ik mee bezig met deze mooie 3 kleurtjes. Nou, weet ik niet of dat ik hier genoeg aan heb voor been nummer 2. Maar ik ga strakjes, pak ik er nog een 2,5 mm naald bij. En dan ga ik met de boord beginnen en met de been. En dan kijk ik even hoe ver ik, hoeveel ik heb. Want anders haal ik dit uit. En dan doe ik het even wat in vergelijking. Of ik brei gewoon verder met deze... Nou, maakt in principe niet uit. Meestal zit toch in je schoen.
Dus, en anders, zij vindt het ook niet zo erg. Het is wel leuk als je iets zelf gebreids hebt aan je voeten. En het zit gewoon nog lekker ook. Dus dat is mijn vierde brei whip, om het zo maar te zeggen. Even kijken, ik zit aan de 35 minuten. Dan heb ik nog, waar ik ook mee bezig ben, is de Nature Walk Blanket heb ik weer opgepakt. Want ik heb een beetje mijn kamer uitgezocht. Toen dacht ik, oh ja, die heb ik ook nog liggen. Dat is deze. Ik heb alleen voor de okergele heb ik deze blauw-groene uitgekozen. Dit zijn mijn kleuren. Deze, oepsie. Deze. En de witte of cremige voor de rand. En dan hebben we nog deze donkerpaarse. En nog een donkerroze. Dus dit zijn de kleuren voor alle vlakjes. Deze voor de rand. En het wordt ineens echt mega donker in mijn kamer. Dat is echt niet normaal. Nou, deze heb ik gisteren afgemaakt. Ja, nou, we doen het gewoon zo. Maakt niet uit. Die heb ik gisteren afgemaakt. En ik heb er al best wel al wat af. Qua kleuren. Maar ik ga nu gewoon kleur voor kleur doen. Zodat die gewoon ook weer lekker afkomt. En dan, kan ik hem ook in elkaar gaan zetten. Dus dat is de Nature's Walk Blanket. En die is van Sandra Paul. En zij heeft een podcast, Cherry Heart. En zij is ook Cherry Heart, weet ik, op Insta. Dan heb ik deze hele mooie... Oh, nee. Ja, wel. Want mijn whips zijn af. Dan heb ik nog wat aankoop gedaan. Niet heel erg veel. Maar wel deze tas. Bij Adriella. Heb ik deze tas besteld. Een leuke teddy tas. En daar zit een amigurumi pakket in. Van Sweet Noah. Die heb ik ook al lang geleden heb ik die gekocht. En die heb ik ook weer tevoorschijn getoverd. Om daar wat mee te gaan doen. En dat maak je met scheepjes katona. In een aantal kleurtjes. Dus die zitten in deze tas. Dit is de binnenkant van de tas. Echt helemaal fantastisch. Dus hier ben ik ook echt super blij mee. Dan heb ik die Leica naalden gekocht. Deze is ietsjes beter, maar ook daar gaat die krommen. Dit is de 4,5. Dus wat ik net al zei, heb je een goede tip om dit beter te krijgen? Ja, dan hoor ik dat graag, want ja, dit breidt gewoon niet fijn en dan gaan ze bij mij aan de kant en dan doe ik er gewoon echt totaal niks meer mee. Het laatste wat ik nog gekocht heb is deze Lana Grossa mijlenwijd. De Fondo. In ook een beetje de gewonere kleuren. Dit moet het worden als die af is. En dit is 75 schuurwol, 25% polyamide. Maar het is wel heel erg zacht. Dus als ik... Goeiedag Storm, kom je er ook even bij? Dus als ik de sokken van Priscilla af heb, dan ga ik met deze sokken beginnen. Dan is dat, even in mijn boekje kijken, alles wat ik op dit moment, waar ik op dit moment allemaal mee bezig ben. Dus dat is al best wel wat. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer te vertellen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie je abonneren op mijn kanaal. En
wat kan ik zeggen? Ik wens jullie gewoon enorm veel handwerk, plezier. En al is het breien, haken, spinnen. Vrouwtje heeft trouwens binnenkort volgens mij weer een online handwerkmeeting. Hartstikke leuk. Ik weet nog niet of ik er aan meedoe, maar het is wel altijd hartstikke leuk. Dus het is ook echt gewoon gezellig om met de dames even lekker te handwerken en te kletsen online. Dus ik denk dat ik mijn eigen wel opgeef, maar misschien niet dat ik van 7 tot 10 blijf hangen. Maar dat maakt helemaal niet uit, want het is gewoon een inloop handwerk dingetje. Dus aangezien ik wel nog wat ga spinnen, want ik heb best wel heel veel spinwol wat ik, waar ik vanaf wil. Dus dan staan er bij mij nog wat naaiprojectjes. De broekje van voor mijn kleindochter. En het mobieltje ga ik afmaken. Ik heb alles uitgeknipt en ik hoef het alleen maar nog maar in elkaar te zetten. Dus dat zien jullie in mijn volgende vlog. Dat wordt waarschijnlijk over een week of 2. En dan de rest mij nu niks anders te zeggen dan bedankt voor het kijken. Ik vond het echt weer hartstikke leuk om te doen. En ben je nog niet geabonneerd wat ik net zei, abonneer je op mijn kanaal. Klik op het belletje en op een duimpje, zodat andere mensen mij ook kunnen vinden. En dan zie ik jullie over 2 weken. Veel plezier, doeg!